Het is 1 punt, Kees, maar voelt het een beetje als 3 punten? Nee, het voelt als 1 punt. Want het blijft 1 punt. Het blijft 1 punt, ja. Nee, maar wel, hoe zeg je dat, waardering en respect voor wat ze er vandaag weer in hebben gestopt. En wat voor voetbalgevechten ze ervan hebben gemaakt, en die jongens vooral. De wisselwerking met het publiek was weer geweldig. Dus ja, in dat opzicht is het wel bijzonder knap wat we vandaag weer eruit hebben gepest. Ja, vind je eigenlijk ook dat je vooral gewoon 3 punten had moeten hebben? Ja, maar dat verdient zijn van iets of wat ze had nou moeten zijn, dat telt vaak niet. Hè? Dus je moet de kansen verzilveren en soms krijg je 1 kans en die benut je en dan win je een wedstrijd. Misschien onterecht. En in een andere wedstrijd loopt het weer anders. Dus ik denk, als je gezien de verhoudingen, de kansenverhoudingen, kan denk ik iedereen goed met 1-1 leven. Maar het is gewoon, we hebben er gewoon weer een mooi voetbalgevecht van gemaakt volgens mij. En dat is ook hoe je ernaar kan kijken. Ja, want dat was vooraf misschien dan de grootste zorg. Gaan ze dat nog volhouden 3 keer in een week? En uiteindelijk doe je het tot het eind, tot het gaatje. Ja, waarbij ik eigenlijk het begin van de tweede helft zoiets had van misschien is het bij ons nu een beetje op. En zag je eigenlijk, ja, Utrecht had je het lastiger, een beetje in overhand kreeg. Maar daar ontworsten we ons weer van. En er zit enorm veel karakter en mentaliteit in deze jongens. En dat is geweldig om te zien. En daarmee kan je heel veel compenseren. En je op de been houden. En ben je in staat om de reeks die we gehad hebben met Twente, Ajax en Utrecht in de competitie, om daar 5 punten aan over te houden. Dat is voor ons wel heel belangrijk. Ja, want je bent zelfs ook nog in staat om een soort van slotoffensiefje uit te gooien. En nog kansen te creëren waar je inderdaad gewoon ook wel de winst had kunnen pakken. Ja, om op zoek te gaan naar de winst inderdaad. Ja. En dat komt ook door de jongens die er dan in komen. Die daar ook alles ingooien en op zoek gaan naar de winst. Dus dat is mooi om te zien. Nu wacht er een aardige reeks tegen ploegen. Nou ja, daar moet je eigenlijk dan sowieso wel die 3 punten pakken. Cambuur, Willem II volgens mij. Sparta, PEC. Ja, nou, weet je, in deze competitie voor ons zijn er geen makkelijke wedstrijden. Hè? Elke wedstrijd is eigenlijk moeilijk. Alleen we hebben nu een reeks achter de rug met PSV, met Twente, met AZ. Dat zijn op voorhand, daar reken je eigenlijk niet op dat je daar iets gaat halen. Nou, dat hebben we wel gedaan, in ieder geval tegen een aantal. En nu kom je in een reeks met ploegen die in ieder geval vergelijkbaar zijn met ons, of in de buurt staan, laat ik het zo zeggen. Ja, dus de komende weken kun je echt helemaal veilig spelen. We gaan zien hoe zich dat uitbetaalt. Ik zeg, de komende weken kun je, nou ja, het kan sowieso. Ik denk dat het nog heel spannend gaat worden in de ontknoping aan het einde van de competitie. Ja, ik denk dat alles heel dicht bij elkaar gaat komen. En dat het echt nog onderin en bovenin misschien ook? Nou, met name waar wij naar kijken, naar die onderste plekken. Het staat allemaal zo dicht bij elkaar. En de wedstrijden, wat er allemaal nog op het programma staat, kan het maar zo zijn dat alles enorm dicht bij elkaar komt. Jij denkt echt dat je bijna tot op de laatste competitiedag bij wijze van spreken moet knokken? Nou, ja, dat kan maar zo. Dat kan maar zo, ja. Ja. Dus prachtig, prachtig slot, toch? Gaan we nog leuke weken tegemoet. Sensatie in de Nederlandse competitie. Wat willen we nog meer? Ja, zo is het. Dankjewel. Ja.